Morgen, welkom bij een nieuwe vlog. Net even lekker in bad gelegen, even een beetje opgefrist. Ik ga nu even naar het ontbijt, even kijken of dat goed is hier. Ik ben nog niet geweest, dus ik ben benieuwd. Het schijnt wel een uitgebreid ontbijtje te zijn, maar ik heb geen idee. Ontbijt is tot 10 uur. Tot 10 uur? Ja. Oh, nou, dat zijn nog tijd, het is nog 8:15. Welke verdieping? Ik weet niet, het is Palace. Doe ik nog gewoon. We zijn op de verkeerde verdieping. We zijn op 11, we moeten naar 12 toe. Hallo. Zo een drukte. Ik zal wel even weg doen. Ik zal hier wel even niet filmen, het is hier te druk. Wat is het geworden? Rijst met kip en wat fruit. Wat heb jij dan? Ik heb rijst en die weet ik kip met ui en yoghurt. Oh, die ziet er ook wel lekker uit, ik pak het zo even. En een ananasappie. Nou, iets smakelijk. Een mini banaantje. Dit eten was erg lekker trouwens. Eindelijk hebben we een goede lading eiwitten erin. Lekkere kip ook. We gaan dat mini banaantje even eten. We staan weer buiten. Ik heb even een rap geregeld. Je ziet het niet goed, maar in ieder geval, ik heb een rap geregeld. We gaan weer naar het grote winkelcentrum toe. Gaan we een koffer kopen. En dan een partij kleding die we gewoon mee kunnen nemen. Kunnen we de tassen ook wat lichter maken. En een koffer kun je al op een vlucht al meenemen voor 12 euro of zo. Dus hier de welbekende olifantenbroekjes waar je al de helft van de toeristen in ziet lopen. Huh? Ik heb een hele partij water in één keer in mijn slipper. Huh? Hij rijdt helemaal verkeerd, zie ik hier op de plattegrond. Hij is de hele andere kant op gereden. Ben je dan tuk-tuk kunnen pakken? Ja, volgende keer gaan we mooi met de tuk-tuk. 5 minuten zei hij. 5 minuten geleden. Hij is helemaal ergens anders heen gereden. Hij stuurt me net een foto. Hij staat gewoon echt een paar kilometer verderop. Dus we hadden gewoon met de tuk-tuk moeten gaan eigenlijk. Als het goed is, is hij er bijna. Dit is pas de straat hier, hè? Daarnaast. Nee, hier komt hij nou met het hoekje. Daar zul je hem hebben. Hallo. We zijn er. Hij is weer verkeerd, dus dit is gewoon niet echt op. Maar we zijn er. Nou, ik klim hier overheen. Oh, hij gaat er niet overheen? Klim er maar overheen. Kom. Hier, dit scheelt weer lopen, hè? Zo. Ja. Ja, het eerste de beste winkeltje wat we zien, gelijk koffers. Een hele grote wil ik hebben. Ik heb hem helemaal vol met kleding. We kunnen tenminste normaal de spullen meenemen die we hier gaan kopen. We hebben er eentje gevonden, wel een mooie. Of een grote. Even wat wisselgeld hebben. Ik heb het voor 1400 baht. Wat een fijne kant. Die wieltjes zijn ook goed? Ja, die wieltjes zijn ook nog goed. Ja. Nou, we gaan zo vullen met training. En een grote koffer volgens mij, daar past wel wat in. Van 30 kilo in, zei ze. Mooi ding. Even rustig, allebei even lekker drankje hier. Ik zag nog even een tijdje kleding kopen. Ik heb net nog 2 t-shirts en een korte broek gekocht. Hier is nog een hele grote afdeling waar we vorige keer ook waren. Dus we kopen die hele koffer vol. Ik heb er nogal weer een shirtje bij. Annie heeft nog helemaal niks. Ga je nog wat kopen of niet? Oh, dit is ook een mooie.
Net zoals dat ik nou aan heb van het elastische. We zijn even bij de KFC gaan zitten. We drinken erbij, Annie zit naar de wc. En we zomaar weer met de taxi richting het hotel, dan nog even door de kledingwinkels heen. Voor de rest niet te veel doen, een beetje uitrusten. En nog even nadenken wat we morgen gaan doen, want dat weten we nog niet. Heel klein broodje. Kleine wrap en wat kipstukjes. Dit is het geworden. Onze wrap is er al. Hier is die. Ik klim over het hekje heen. Even inladen. Hallo. Even bij de markt te kijken bij ons hotel. Daar loopt hij met zijn koffer. Even kijken of we nog meer kleding in de koffer kunnen krijgen. Nou, ruimte genoeg nog, maar moeten we wel wat vinden natuurlijk. Mm-hmm. Je hebt een super grote kledingmarkt, allemaal rondom ons hotel. Gaan we even naar de hotelkamer toe. Heel even liggen. Voel me niet al te goed. Misschien straks nog even zwemmen of zo boven. Voor de rest kan ik helaas niks meer doen vandaag. Oh. Die brandt goed, of niet? We gaan even lekker naar het zwembad toe. Even zwemmen. Even zwemmen met 40 graden koorts. Lekker. Ja. Even een lekker plekje in de zon erbij pakken. Wil je in de zon? Jawel. Doe dan maar deze. Die daar? Ja, mag ook. Ja, maar met je fruit. Even boven kijken hier, hoe het oudje hier is. Hier ben ik nog niet geweest. Jij wel, hè? Ja, gisteren. Geen stenen gooien. Nee. Staat hier namelijk. Ja, weet ik. Ik weet niet hoe warm het is. 35 of zo. 40 graden voor mijn gevoel. Het is heel koud water. Ja, als je eraan gewend bent, valt het wel mee, denk ik. Ga jij er ook in? Ja, hè? Kom dan. Wil je in één keer induiken? Ja, doe dan. Lekker, hè? Ja. Moet de zon in. Het water is heel koud. Ja, dan wel lekker. Oh, ik gleed eruit. Ja, ik ook. Oh. Ik moet zelf eten. Ik zal even een duik maken. Mag je niet duiken? Nee. Nou, eigenlijk. We zitten nog steeds bij het zwembad. Ik denk dat we hier al een uurtje of twee zitten nu. Maar lekker. Even lekker bijkomen. Ja, we zitten te kijken naar waar we heen gaan. Ja. Ja, richting zee, naar een eiland of... We weten nog niet precies waarheen, maar wel richting zee. Ik kwam bij de kamer, maar hij pakt de pas niet. Dus die pas doet het in één keer niet meer. Even naar de receptie. Nou, ik zal weer naar Annie toe lopen. Ik heb twee nieuwe pasjes gekregen. Zo moet goed wezen. Annie zit nog te wachten voor de kamer.
Staat al klaar. Zo, kijk eens. Oh, ze zijn hier geweest. Ja? Ja. Zo wassen wij altijd de kleding. We kopen gewoon van die wasmiddel. Druk ik gewoon de stap erin en dan gooi ik dit erbij in. En dan was ik hier even mijn kleding in. Spoel ik het af onder de douche. En dan haal ik het hier even te drogen. En dan is het weer schoon. En je hebt heel vaak op heel veel kamers gewoon zo'n touwtje. Die trek je er hier uit. Doe je daarin en dan heb je zo'n waslijntje. Nou, dan kan je elke dag even je kleding wassen. En heb je altijd schone kleding bij je. Je kan het natuurlijk ook later wassen bij het hotel. Maar ja, ik vind dit net zo makkelijk. Dat is meestal ook niet heel duur. Nee, dat is ook niet zo duur. Meestal een eurotje of twee. Ben je ook klaar. 2-3 euro. Dan moet je weer op wachten en dan moet je het erheen brengen. En nou was ik het hier gewoon even snel. En morgen vroeg is het droog. Kan ik het zo weer aan of kan ik het zo in de tas doen? Deze kleding heb ik nog even gekocht vandaag. 3 shirts en een korte broek. Zijn we naar buiten gegaan, we gaan even op zoek naar een lekker restaurantje. Gisteren trok ik het niet om weg te gaan, nou gaat het wel. En we hebben een heel mooi hotel geboekt vanmorgen, voor een week lang, 7 nachten. Dus dat gaan jullie morgen zien. We moeten morgen vroeg met een busje naartoe, 4 of 5 uur rijden. En met een boot. Jullie gaan morgen wel zien waar we heen gaan. Ik denk dat dat wel heel mooi wordt. Huur ik daar een scooter gewoon voor de hele week, alles een beetje verkennen. Als je nou even aan het kijken waar we heen gaan, ik weet niet precies, misschien dat we beter naar de overkant kunnen gaan, of niet? Ja, ik denk wel. Dan lopen we daar wel heen. Even kijken waar we hier lekker kunnen eten. Hier is ananasjes aan het kappen. Oh. Je sticht het van de vissen hier. Niet normaal. Ja, de eerste muggen alweer? Ja. Ja, zodra het schemerig wordt, dan komen die beesten overal weg. Maar we moeten nog even muggenspray hebben, goeie. Ja, en morgen. En vooral voor morgen. Ja. Oeh, vis. Dit. Van die vlees. Mango's. Lijkt me dit wel. Veel mango's hebben ze hier. Veel mango's, ja. Oh, kijk eens. Ziet er ook altijd goed uit dit. Hallo. Ik heb een kippenpootje. Oh ja, weer een hondje. Schrijf ze vanuit. Hij blijft mooi zitten. Ik had hem net mee. Hè? Ze had hem net mee. Ja. Hallo. Hallo. Gauw. Wat is dat? Zij. Hey, Park. Sunday, boer. Sunday, gauw. Hey, Park. Kijk, wat is dat, joh? Dankjewel. Mooie stukken vlees. Ja, niet. Nee, ik zal eens even kijken wat dit is. Oh, dat moet. Oh. Oh, dat stinkt heel erg. De geur die willen jullie niet ruiken, denk ik. Wat is dit dan? Je kan alleen maar fruit halen en vers vlees en dat soort dingen. Je kan hier niet echt zitten te eten volgens mij. Heel veel mensen hier denk ik. Nou, hier wel kleine hapjes. En daar weer vlees. We moeten wel goed uitkijken, want ze komen hier van alle kanten aan. Ja. Mieke zit erop. Mooi bommel. Het ligt gewoon ratten. Mieke! Is dat een rat? Ja.
Dit is wel vers. Ze leven nog. Vers eten dus. Hallo. Hier, Hani. Yes. Abalo. It's okay. Okay. Bye. Ik kreeg even een stukje kip van hem in één keer. Ik had er niet eens om gevraagd. Even testen. Ja, goed. Goed. Even met 10 watt of zo. Ik heb een celwerk. Geen enkele toerist hier ook, alleen maar lokale mensen. Hier is allemaal water, maar nu aan het. Ja, wat ze ermee doen, weet ik eigenlijk niet. Hier een kat. Hallo. Genoeg watermeloenen hier op voorraad. Ik denk dat als ze dat gaan verkopen. Ja, dat lijkt me wel logisch. Ja, die eten ze niet allemaal zelf al. Ja, die markten. Ja, dat zou kunnen, ja. Ik zie daar allemaal kooitjes staan. Ik zou even vragen of ik erbij mag komen. Hallo. Kan hij look with the chicken? Chicken? Ja? Yeah? Ik mag even kijken. Hier. Goed, gaat de keer. Zit daar dan. Op kat. En daar worden ze opgegrild. Hier liggen ze. Allemaal tuk-tukjes in de file hier. Wow, kijk, deze dingen groot zijn, joh. Hier in mijn hand. Gigantisch groot. Ook zwaar. Oh, sorry. Je hebt het tuk-tuk gevoerd. Ja, je moet je weg even niet doen. Het is altijd wel het duurste fruit wat hier is. Die Dorian voert. Klein bakje had ik al eerder laten zien. Dat kost zo'n 10 euro. Dan moet je zien hoeveel er ligt. Dat is ons hotel daarachter bij die rode lichten. Hier even naar de overkant zien te komen. Maar kom maar. Die moet je gewoon tussendoor zien te lopen. Ja, ze stoppen. Is goed gekomen. Kun je nog een stukje lopen? Ik weet niet of hier nog wat is. Ik weet niet, maar ze hebben die net opgebouwd. Ja. We zitten toch maar bij het hotel boven te eten. Wel een mooi uitzicht erbij. Over de stad heen. Ja, je ziet het niet heel goed op camera. Kijk eens, wat een mooi maaltijdje. Chicken en curry. Met rijst. Dus gaan we zo even lekker eten. Dat ging goed in het eten. En nou even naar de... Hoe heet dat? Sky Lounge. Sky Lounge? Sky was dicht blijkbaar. Zijn we op de kamer. Morgen vroeg op en dan met het busje weg. Zo. Nou, bedankt voor het kijken allemaal en tot morgen bij een nieuwe vlog in een ander hotel. Doei, tot morgen.